Welkom, lieve kijker. Mijn naam is Mariana en dit is een open algemene tarotlegging voor een stukje inzicht dat het een steentje mag bijdragen. En dankjewel ook aan degene die mij een steentje bijdraagt met betrekking tot een donatie. Heel erg fijn. Nou, we gaan even een nieuwe situatie openen en dan begin ik in het nu. En al gelijk, waar gaat het over? Nou, toch wel over jouw aardse reis. Waar zitten we in? Nou, we zien al hier met de aas van pentakels, we vallen gelijk maar met de deur in huis, want hier zien we een open poort. Er wordt iets nieuws aangeboden, wat uit zal pakken op een zeer praktische wijze. Het vraagt toch wel één ding, de bereidheid om te gaan. Dus niet te blijven waar je bent. Dat blijven waar je bent gaat zo vaak over een stukje wat je gewend bent, wat je gewoon was of wat je eigen hebt gemaakt. En om dat te laten voor wat het is en dan onder de poort een nieuwe vrijheid instappen, lijkt even zo leeg en kan zo een soort bedreigend overkomen. Maar toch, mits jij deze stap wilt zetten, ga je zoveel nieuwe mogelijkheden voor jezelf ontbloten, letterlijk. Want hier zien we een ontbloting eigenlijk, een opengaan. Er gaat een heel nieuw pad, een nieuwe reis die hier aangevangen wordt, open. Nou, dat is al de kern van de zaak. En we zijn nog heel even in de periode van nu. Want ik wil even de basis meenemen. En ook vanuit het verleden. Wat vertelt het daar? En wat gaat er nog komen? En waar gaat het dan naartoe? Nou, dit is dan de lijn van het nu. Een kort lijntje, maar dat zeg je, oh kijk eens. Nou, hier hebben we zeker te maken met iemand die dramatische gebeurtenissen beleefd heeft. En niet alleen dat, daarachter komt dan de noodzaak om ook de gedachten die daarmee samen hingen, eigenlijk als het ware door het vuur van de liefde uit te laten branden, hè, uit deze toren, hè, zodat die toren vrij is. Hè, je zou zeggen een vrij brein, hè, je ziet gedachten, maar je ankert er niet meer in en dat maakt een nieuwe ruimte vrij. Een nieuw pad wat dan voor je open gaat. En dit is dus werkelijk een hele transformatieve situatie. Heel veel drama heb je zeker gehad. Niet makkelijk. En toch die laatste stap lijkt het bijna. Hè? Van ben je nu zo ver aanbeland dat je ook dat wat je eerst geloofde niet meer zal geloven. Omdat je gaat begrijpen dat het samenhangt met dat wat je niet was. Wie je werkelijk bent, prachtig, krachtig zielenwezen. Daarin ligt een oneindige mogelijkheid, oneindige wijsheid, oneindige liefde, onvoorwaardelijke liefde die je mag aangrijpen. Aanspraak aan mag maken en daarin de nieuwe overtuiging te planten als een zaad. Ja, dat gebeurt allemaal hier met deze toren. Kijk, en we zien ook, hier vallen heel veel oude zaken eruit. En dat is nodig, hè? Want dan ga je de kroon van je leven pas echt zien. Zien namelijk wie jij werkelijk bent. En hier zien we het. Hè? Hier in de hoge hoed, daar zit zoveel van die wijsheid die een nieuwe balans teweeg gaat brengen. Nou, we zien dus de basis en het verleden. Dit brengt het mee. Je hebt waarschijnlijk heel veel moeten joggelen. Want dat zie je vooral in deze. Het lemniscaat is er wel. En toch ben je aan het joggelen. Omdat je eigenlijk niet meer vertrouwt
opdat de bron van leven verbonden in jou en daar alles aanwezig is wat je echt uiteindelijk behoeft. En dit zien we dan een heel onrustig water voor naar voren komen. Maar toch geeft deze kaart aan, kijk, je bent wel staande gebleven, ondanks deze periode. En dat zie ik hier. En van daaruit is die transformatie in gaan zetten, zodat jij de beschikbaarheid van de wijsheid en de onvoorwaardelijke liefde die al in jou woont en direct verbonden is met de bron van leven. Ja, dat is die omarming als het ware van de bron van leven om je heen. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk gezien. En dan met alle wijsheid komt er een hele nieuwe vorm van balans. Dan gingen we natuurlijk kijken wat er nog komt. Nou, dit is dus het resultaat. Wat een positieve nu-situatie. We zitten dus in de situatie dat jij vanuit een verleden komt waar je veel los hebt moeten laten. Meer dingen eigenlijk die je eigen had gemaakt en die een overtuiging zijn gaan creëren in jou. En daar ben je eigenlijk steeds maar in blijven cirkelen, zou ik bijna zeggen. Door, niet omdat je dat wilde, nee, want je wilde dat juist niet, maar toch als het ware heerste het op je leven. En dat is wat hier gebeurt met die transformatie. Door nu wijs inzicht en beter begrip van wie jij werkelijk bent, dat opent een totale nieuwe weg voor jou met een hele nieuwe visie. Het neemt weliswaar een stukje tijd. Hè? Niet omdat jij het nu niet begrijpt, je begrijpt het. Maar dan moet het nog de fysieke wereld helemaal langs, zou ik zeggen. En dat is een zwaardere trilling, een langzamere trilling. En daardoor, dat zegt het al, het neemt dan meer tijd. De geest kan het creëren, zien en ervaren helemaal. Maar dan de fysiek nog. Dus iedere cel en molecuul moet die boodschap wie je werkelijk bent, werkelijk gaan absorberen. En dat brengt een hele nieuwe visie teweeg. Nou, en dan, hier zitten we dus nog in het nu. Ja, je bent nog een beetje aan het vastzitten. Je wilt eigenlijk houden wat je hebt. En toch zien we hier, als je wilt houden wat je hebt, dan kom je eigenlijk niet waar je wil zijn. Hè? Dan blijf je dus in de oude positie. Natuurlijk haal je daar ook goede dingen uit en voordelen uit, maar het correspondeert aan zich niet met wie jij werkelijk bent. Hè? Dus dan leunt het op iets wat wellicht alleen vanuit de fysieke wereld, door omstandigheden, situaties of gebeurtenissen, of door woorden van personen binnen zijn gekomen, maar niet vanuit de kern van jouw ware wezen, wie jij werkelijk bent. Daarom heeft het echt een nieuwe visie nodig en het oude, als het ware door het vuur, uit dat systeem geblazen mag worden. Want dan gaat dat jou in de vrijheid brengen, in plaats van dat je eigenlijk in overtuigingen die jouw geestenstroom op slot houdt, jouw hart op slot houdt, maar ook jouw hele bewegen, een soort van alles onder controle moeten houden. Want oei, maar je kan niks verliezen, al heb je die ervaring. Je kan alleen maar verliezen wat er echt uit moet om in je ware vrijheid en een nieuwe visie in ontwikkeling te brengen. Nou, natuurlijk gaan we nog even verder, want ik wil even nog een stukje meenemen uit het verleden. Nou, deze komt al gelijk naar voren en ik wil daar ook een stukje kernzaak van meenemen en wat daaruit de les eigenlijk is. Want we komen hier allemaal toch wel met een opdracht al binnen, laat ik dat zomaar zeggen. En verwachtingen en de expressie daarvan. Waar gaat het dan naartoe? Nou, dan gaan we eens even kijken. De Pentakels 6. Nou, hier zien we dus dat je
wellicht uit balans was. In het verleden heb je heel veel door overtuigingen die opgedaan zijn, aangenomen zijn, al waren ze niet verbonden vanuit ware onvoorwaardelijke liefde, werkelijke kracht en zekerheid, zelfvertrouwen, zelfrespect. Je waarde herkennen wie je werkelijk bent met alle potentieel en zoveel oneindige mogelijkheden die je kunt aanspreken. Dus niet vanuit dat, nee, maar vanuit wat ik hier ook zie, in dat nu toch, door aannames en dan via de weg van controle. Maar de weg van controle, dat raakt jou uit balans. En dat komt hier terug, de balanskaart. Want dan moet jij maar joggelen, joggelen, joggelen. En dat is de vraag. Ben je bereid om het los te laten wat eigenlijk... want de poort is open. Je krijgt het van hogerhand aangeboden. Maar ben je bereid om uit die oude plek te gaan waar je eigenlijk jezelf hebt overvraagd? Waar je alleen maar aanpast? Waar je alles maar onder controle moet houden? Want anders verlies je iets. Maar wie je bent, kan je nooit verliezen. Alleen als jij het koppelt op een persoon, op een situatie, op een gebeurtenis, dan ontstaat er zo'n afhankelijke positie. En dan moet je het in stand houden. Kijk, ik ga al helemaal dit doen. Ik krijg het er benauwd van. Lieve kijker, kijk, want dat is dit. En er zit geen beweging in, geen vrijheid, geen echte verbondenheid met die diepe wijsheid. En dat vraagt van jou een nieuwe vorm van overgave. En dat gaat jou zeker brengen waar je eigenlijk naar op zoek bent. Naar die echte harmonie en geluk van binnenuit. De echte balans vanuit het midden te hervinden. Want dat is eigenlijk waar het nu over gaat. Wat versterkt jou tijdens deze reis? En daar gaat het over. Een stukje van die bereidheid wordt hier van jou gevraagd. Niet om jou te plagen, maar omdat jij alleen de enige bent die daar kan kiezen, ook al heb je dus gedacht dat het afhing van een situatie of een persoon of een gebeurtenis. Dat is dat oude denken en dat doet je maar jokkelen in plaats van in balans zijn. En dit is eigenlijk een hele mooie kaart, want die geeft mee dat je er heel lang eigenlijk van droomt om die innerlijke harmonie te hervinden. Nou, natuurlijk gaan we naar de kern en ik heb dan in de kern de koning van staven. Nou, dat is natuurlijk een prachtige energie. En ik ben meestal bezig niet zo direct aan voorspellingen, wie je gaat ontmoeten en al dat soort dingen. Daar zijn heel veel andere prachtige legsters in. Maar dit vertaalt meer over jou. Jouw prachtige natuur. Jouw ware natuur is zeer krachtig. Hardwerkend ook, zeker. Maar ook hard werken is een kracht die behoort jou toe en toch kan ook het harde werken verkeerd gericht geraakt zijn. En dat bedoel ik, dan komt die toren vol met rotzooi die je eigenlijk niet bent. En dat moet eruit, want dat brengt je hier, dat je het allemaal in stand moet houden. Dus dan werkt deze prachtige, passievolle, enthousiaste energie juist tegen jezelf, omdat het niet vanuit die verbondenheid is van de ware bron van leven, waar jij werkelijk dus die golf van bent, van die grote oceaan, waar er het golfje is, is het die verbondenheid. Maar vaak zijn we dit onder omstandigheden of op de jonge leeftijd niet geleerd hebbende vergeten. En dat is wat we terug aan het halen zijn, bijzonder in deze tijd, want er is een heleboel kosmisch gezien aan de hand met betrekking tot bewustwording. Nou, ik zie hier zeker van nature een gevoel van humor, maar ook een gevoel van rechtvaardigheid. En ook
Je bent wellicht onrecht aangedaan, maar als je daar die focus op blijft houden om het daar als het ware op te willen lossen, dan mis je net de boot, want het heeft plaatsgevonden en je bent daar dan ideeën op gaan koppelen die dan tegen jou werken, zoals die wrok en die boosheid of misschien schaamte. En dan blijft dat een soort eigenheid, een gewoonte, een overtuiging. En dat is wat hier eigenlijk die transformatie aangeeft. Die hoef je niet meer te handhaven. En dat is best eng, want dan gaat er hier een poort open en je gaat eigenlijk nog naar een nog onbekend gebied. Zo lijkt het, maar dat is niet echt waar. Want je gaat verbinden met die ware, diepe intuïtie waar alle wijsheid ligt om die harmonie en dat echte geluk van binnenuit te kunnen ervaren. Nou, we zien hier ook een hele inspirerende energie. Nou, wellicht wist je zeker vanuit controle anderen heel goed te inspireren, maar tekortkomend aan jezelf. Dat komt hier een beetje mee naar voren. Nou, ik zie ook een natuurlijk overwicht komen. Dus je hoeft de oude overtuiging niet als overwicht op jou te behouden, maar verbinden met jouw echte, ware zielsnatuur. Ja, daarop focussen, daarin gericht mee bezig blijven. Dat plant nieuwe zaadjes, wat een natuurlijk overwicht geeft, zodat jij je weer thuis voelt. En weer, die humor letterlijk weer helemaal terug ervaart. Maar ook die diepere inzichten, en dat zag ik hier, die zijn aanwezig in die hoge hoed al. Maar je bent bezig hier. Zie je, je kijkt hiernaar, dus niet naar die binnenwereld. Dat vraagt een nieuwe overgave van jou. Nou, mooi is dat om te zien. Maar het geeft ook mee dat jij je eigen kracht echt kan ervaren. Dat heb je al meegebracht. Maar dat hier toch wel ook een ombuiging heeft plaatsgevonden van overtuigingen die jou nog lastig vallen, omdat je van daaruit denkt. Dus dat denken helemaal loslaten, dat is eng voor jou. Want je zit daar min of meer een beetje in vast. En dat lijkt hier de uitdaging te zijn. En de les, ja, de les is eigenlijk de schildknaap van Kelke. Hoe mooi is dit? Want dit gaat eigenlijk over de nieuwe verbazing die jij zal ervaren door terug te connecten met dat wie je al was, wie je zal zijn en wie je ook nu gewoon bent. Ook al heeft dat verborgen gelegen. Hè? Want kijk, toen dit in die toren allemaal zat, had je daar niet het oog voor. Maar we zien, ja, de kroon van je leven als het ware gaat terugkomen op jou. Dat bedoel ik met de kroon van jouw leven, te gaan zijn wie je bent. En hier zien we ook deze koning, de kroon op het hoofd, het werkelijk thuis zijn in het ware gevoelsnatuur. Ik bedoel daar niet de emotie mee. Want de emotie is vaak weer een gevolg. Maar de echte sensitieve zielsgevoelsnatuur, dat is op een heel ander level. Maar die is aanwezig, die was aanwezig voordat je kwam. En die ben je ook nu nog steeds. Ook al was het hier dramatisch. Maar daarin komt een einde. Dus de les die jij hieruit meeneemt, eigenlijk, je zou zeggen, misschien een stukje vanuit het karma gebeuren. Hè, dat je werkelijk je ware artistieke en moet dat zeggen, die bovennatuurlijke gevoeligheid gaat herontmoeten. Hè, want die was er al, maar dat je die echt in die zin gaat ontmoeten, helemaal gaat toestaan, zodat hij letterlijk absorbeert in iedere cel, iedere molecuul van jouw fysieke beweging in dit leven. Kortom, het vraagt een beetje om dit
te onderzoeken, hè, want daar staat eigenlijk een schildknaap voor, dat je er even bij stil gaat staan dat je dit niet bent. En dat is best lastig als je dat lang wel hebt gedaan. Vandaar dat de toren eigenlijk binnenkomt, een energie die jou ondersteunt en kracht inzet om die eigenlijk in die overgave te komen. Dit te laten gaan, om in de vrijheid te komen in plaats van alles onder controle te moeten houden. Want dat is best een heel zwaar leven. Het gaat zeker, het wordt gevraagd om wat onbewuste gedachten te onderzoeken. Onbewuste ervaringen waarvan je denkt of hebt gedacht en daardoor denkt dat jij dat bent. Of bijvoorbeeld dat jij de schuldige was. Bijvoorbeeld, hè, en van daaruit ga je reactief zijn en dat wordt ook weer een overtuiging. En dat gebeurt vaak in een stukje kinderperiode, omdat je als je niet de juiste reflectie van ouderen om je heen hebt ontvangen, ja, dan ga je daar een eigen verhaal in creëren wat eigenlijk niet aansluit op diegene die je werkelijk bent. Nou, dan de verwachtingen. Hier gaat het over. Dit komt vanuit het verleden mee. Ik zei het al, er is hier echt een hele krachtige natuur. Maar toch, als die kracht alleen maar afgegeven wordt in plaats van delen, dus dan verlies jij continu. Je zou bijna zeggen, je bent bijna een batterij die lekt op dat moment. Maar als je aansluit zelf op jouw eigen kracht en weet dat jij degene bent die jouw kracht of wat je in huis hebt deelt, maar dat het jou toebehoort, dan weet je ook jouw eigen plek daar heel stabiel in te nemen. Hè? Vanuit dat midden, vanuit balans. Dat wordt hier meegegeven. Je hebt die krachtige natuur, die behoort jou toe. En die herinnering, hè, want het komt eigenlijk achter die les die meekomt, om daarmee samen te gaan werken. En dat zie ik hier ook met die balans. Een wakker worden in een nieuwe harmonie. Dat zie ik ook hier. Die poort die open gaat. Maar ook die schildknaap van kelken. Ja, jij gaat verrast worden in wie je eigenlijk echt zelf bent. En wat een krachtige natuur. En dan neem ik de expressie daarvan mee, en dat is dan de hierofant. Nou, dit lijkt mij toch wel te vertellen, de beweging die er nu in zit. Hè, want vanuit het verleden is dat al gestuurd, maar vanuit die innerlijke wijsheid die al echt in jou is. Ook al is die onder de hoed gekomen door omstandigheden, door de familieopstelling zou ik haast zeggen, die heeft plaatsgevonden, waardoor het helemaal bedolven is geraakt en jij in een soort van ivoren toren vast bent komen te zitten en bent gaan denken dat je op deze manier te werk moet gaan in plaats van gewoon, ja, dat wie jij werkelijk bent te delen vanuit jouw ware kracht en het natuurlijke beheer op jouzelf in plaats van het beheer afgegeven te hebben aan situaties, aan personen, aan gebeurtenissen, wat eigenlijk steeds toch wel nieuwe drama's met zich mee heeft gebracht. Dat zie ik hier, maar deze wijsheid, die heb je meegebracht, dat is een karmisch aspect hier, dat zien we hier terug in die hoge hoed, en we zien ook dat lemniscaat, die verbondenheid, die op één lijn mag gaan komen, en dat gebeurt hier met deze transformatie. Nou, we gaan nog een klein stukje verder. Wat gaat de toekomst geven? Oké, nou, de zwaarte 10 valt er gelijk uit. Nou, en dan in de kern, hè, hoe het nu eigenlijk bezig is. Nou, ik zei al, de zwaarte, natuurlijk gaat het over de denkwereld. Hè? De denkwereld die jou vloerde en de das omdeed. Hè? Dat zie ik ook hier. Dat je bent gaan denken vanuit een bepaalde controle dingen te moeten bereiken. Maar
alles wat je hebt, is er al. Je hebt een enorme potentieel, een oneindige wijsheid die in je al aanwezig is, waar je steeds dieper connecten, mee kan connecten en aanspraak op kan maken. Die nieuwe ideeën en mogelijkheden via de intuïtie prijs gaat geven. Dus er komt een einde. En dat is mooi, de toekomst ligt ervoor open. Kijk, hier hebben we dat nieuwe begin, hè, zoals het nu is. Het ligt open, hè, dat je hier uit mag gaan. Ja, en dat is hier wat ik ook zie. Hè, het valt uit die toren. Wees niet bang van even een periode van leegte. Hè, dat is een stukje van herstel, een stukje van overgave, van stil aanwezig zijn om jou en dit als jouw beste vriend of vriendin te doen. Jou dit te gunnen wat je nooit eerder was vergund. Vandaar dat je bent gaan geven in de vorm van jezelf te vergeten. Hè? En dan kom je in de knel. Hè? Dan moet je allerlei dingen in stand houden. Uit angst voor verlies. Maar wie je bent, kan je nooit verliezen. Je kan het wel afgeven, zodat het in het beheer van de ander is. Maar hier zien we, het karmische cycle heeft zich nu gesloten. Een nieuwe gaat zich openen, zodat jij weer terug bent in beheer. En eigenlijk een natuurlijke overgave hebt aan dat wie je werkelijk bent in verbondenheid met de bron waar alle wijsheid, mogelijkheden en creativiteit zich gaan openen en zich via de denken ook gaat vertalen in nieuwe ideeën. Ja, 10 van zwaarden dus die gelijk over openvalt. In de toekomst, er komt er nog één bij. Ja, ik zei het, op het praktische gebied, hè, op het aardse gebied, is dit een voortdurend even zaaien. Maar jij kan dat hoor, met deze prachtige stavenkoning. Ja, dat is zo'n inspirerende kracht die jou inspireert om dit nieuwe zaad, als het ware, te blijven zaaien in het vertrouwen dat het een betrouwbaar zaad is en ook zijn oogst zal opleveren. Het is een stap voor stap proces dat doet deze ridder van Pentakels. Deze is bekend wie die werkelijk is en heeft zijn talent en potentieel heel goed door. En dit is iemand die dat nu tot uiting wil gaan laten komen en die ook het geduld daarvoor meebrengt. Dus stapje voor stap, een nieuwe zekerheid, een nieuwe energie, maar dat is een kalme energie, een balans harmonische energie. En dat is heel anders dan dit, dit is geen harmonie. Dit is dingen vast moeten houden om het zomaar te laten lopen, dat je niet kwijtraakt. Maar je kan niks kwijtraken als alleen dit wat je niet wilt. Hè? En als je van daaruit blijft denken, dat is die valkuil. Hè? Dan blijf je, omdat er wat voordelen in liggen, dat kan niet anders. Hè? Soms is het wel makkelijk hè, dat een ander dan dingen voor je oppakt. Maar het is veel fijner als je het zelf kunt. Want ja, dan raak je zo verbonden met je ware wezen, je krachtige natuur. Ja, dat vult tot in het diepste wezen, tot iedere vezel van je hele bestaan. En dat is dus waar het geduld hier voor meekomt. Nou, we gaan nog even kijken naar wat mogelijkheden en wat invloeden. Wat komt daar nog voor mee? En waar gaat het dan naartoe? Dit is dus het toekomstlijntje. Nou, neem ik ook nog 2 voor mee. Dan gaan we hier de koning van Pentakels. Nou, dit is dus de uitdaging, hè? Om terug te keren naar jouw ware thuis.
Hè, dat echte thuis zijn in jou. Dit voelt niet als thuis. Hè? Dit voelt als vechten, bedelen, werken. Hè? Om het maar goed te moeten doen. Maar je hoeft niet goed te doen. Je bent al goed. Hè? Je bent geen human doing. Je bent een human being. En connecten met het beingness, met het zijn wie jij werkelijk bent, dat doet deze. Dat is terugkeren tot je echte gut feeling en daarop vertrouwen. Dat geeft deze koning van Pentakels mee. Ja, het weer kunnen gaan genieten van het leven, wat we al zagen bij die koning van staven, die zo'n enorme humor heeft. Ja, dit duidt op een enorme nieuwe vruchtbaarheid, want dit gaat dus naar de toekomst. En ook dat ja, mensen om je heen zo graag bij je zijn, omdat je zo vol blaakt van zelfvertrouwen en werkelijk leunt op jouw echte eigen kracht. Omdat je je inwendige mens niet meer vergeet, hè? Maar dat je dat als uitgangspunt sowieso, hè, moet dat zeggen, als werkelijk perspectief laat zijn voor jouw leven. In ieder geval, ja, een hele prachtige, krachtige koning. Geen doetje die nog over zich laat lopen. Dat komt in ieder geval mee. En dan de invloed. Nou, dit kan niet mooier zijn. Het kan zijn dat je iemand naast je hebt waar je gewoon weg in de praktijk heel erg gelukkig mee bent. En ja, dit is een gelijkwaardige connectie. Ik zou zelf spreken van een zielsconnectie. Maar omdat het eigenlijk toch een inzichtslegging is, dan zeg ik van, dit is de zuivere innerlijke harmonie. Van hieruit weet je zo goed van jezelf te zorgen, maar ook voor dat zorg te dragen wat jij zeker graag doet, maar zonder jezelf te vergeten en niet meer vanuit deze positie, maar vanuit ja, geven en nemen in balans. Dat komt hier heel sterk mee. Een heel nieuw licht wat hier opgaat, dat zie ik ook. Een nieuw vuur gaat in jou branden, nieuwe inspiratie, omdat je verbonden raakt en verrast zal zijn wie jij werkelijk bent. Dat brengt jou een heel andere thuisgevoel in jouw werkelijke zelf. Nou, deze zijn zo eigen aan elkaar. Nou, dat zegt het al, hè. Het is een werkelijke, loyale, betrouwbare situatie in het innerlijk. Ja, dit is een eenheid in jouzelf. Dat komt hier mee naar voren. Maar ja, ook een sterke gut feeling met deze koning natuurlijk. Maar ik zeg, het kan ook iemand zijn, omdat het op invloed ligt. Het kan een coach zijn, een partner, een familielid, een vertrouwenspersoon. Maar iemand die jou zeker begrijpt. Ja, en ja, dat weet ja, deze ontwikkeling waar jij in zit, daar jou in durft te steunen, daar jou ook vrij in laat en jou ook ondersteunt, eigenlijk een steentje daar echt in bij weet te dragen. Dan vraag, komt er uiterlijke invloed mee en deze invloed gaat toch ook weer over een schildknaap, wat te onderzoeken. Hè? En ga praktisch onderzoeken wie jij uiteindelijk met deze Pentakel 6 ook werkelijk bent. He, twee schildknapen. He, dus jouw ware gevoelsnatuur onderzoeken en dat op een praktische wijze, dat is die poort, vorm te gaan geven. Een nieuwe reis eigenlijk die jij gaat aanvangen met achter de rug hebbende deze transformatie van de toren. En dan krijg ik opnieuw de kracht mee. Hè, dit is eigenlijk waar het dan naartoe gaat. Dus we zagen het ook al hier. Je bent ermee gekomen en je hebt je kracht wellicht overgegeven aan een situatie, dan heeft de situatie of een persoon, dan heeft de persoon macht op jou. En dan moet jij alles onder controle om het maar goed te doen, om dat niet te verliezen.
Maar het was al van jou. En hier zien we dus die terugkeer naar die ware kracht. Daarom komt hier die schildknaap mee. Want dat brengt jou in die echte balans van binnenuit. Die jou zoekt, maar ook dan staande op die kracht. Dat zien we hier. Dit proces van zaaien, dat is waar je nu je op gaat richten naar de toekomst. En kijk. Daarmee kom jij in een hele andere omgeving in jouw innerlijk. Want je gaat een nieuw denkpatroon eigen maken. Niet meer dat oude waarmee je steeds in deze positie kwam. Maar dus de bereidheid, en dat is lastig hoor. Ik voel wel met je mee hoor, lieve kijker. Want de overgave om een nieuwe visie, nieuw perspectief in ontwikkeling te brengen, wat stapsgewijs gaat. En je zat zo vast aan dit, hè? Want ja, het zit letterlijk hier in de rug. Hè? Het vloerde je tegelijk, niet jou, want dat kan nooit, jouw ware zelf, maar wel jouw houding, zeg maar, van overtuiging. Hè? Dat hele denkpatroon komt zo hier naar voren. En hier zien we dus die acht, en dan zien we dus dat lemniscaat. Oh, daar valt er naar beneden. Ja, maar hier zien we dat lemniscaat van het balans wat hier terugkomt. Wat je al hebt meegebracht. Dus de missie was dat je dit zal gaan bereiken. En hier zien we dat je iets heel nieuws eigen gaat maken. Nou, we zijn al eigenlijk goed op dreef. We gaan nog een laatste rijtje openen over de actie die helpt. En dan willen we ook nog kijken naar wat invloeden die daarvoor meekomen. En ik wil ook nog wat mogelijkheden of misschien nog een uitdaging. Kijken of dat al een samenwerking opent. En wat kun je dan nog verwachten? Nou, lieve kijker. Nou kijk, ja, hier gaat het over ja, het loslatingsproces. Hè? De kelken 5. En dat bedoel ik, je bent zo gewend en dat valt om. Dat was de toren die viel, maar die moet ook vallen eigenlijk. Want het gaat erover, ja, als je hier zit, blijf je eigenlijk in een soort van verdrietige positie. Omdat je eigenlijk vast zit. Je moet dan, ik voel zoiets van... je moet vechten, bedelen, om eens bevestigd te worden bijvoorbeeld. Maar die bevestiging heb je van de ander op zich niet nodig. Want wat je bevestigd wilt zien, ben je al. Het woont in jou. Alleen, je ziet het niet als je naar deze structuur alleen blijft kijken. Die je hebt opgebouwd onder bepaalde situaties. Blijf vooral vol compassie voor jou. Want kijk, hier zien we die harmonie klaarstaan. En het vraagt alleen die bereidheid. Dat is die nieuwe reis die jij aan mag gaan. Het ligt voor je open dat jij een nieuwe harmonie in jouw leven mag gaan. Oh, kijk eens, komt voor de tweede keer de toren mee. Ja, dit is waar het over gaat. Ik voel de moeite van loslaten hier. Maar loslaten is niet tegen jou. Hè? Loslaten is eigenlijk ja, kijken naar hoe je het doet. En het gewoon zeggen, ik doe dit niet meer, ik ga het anders doen. En toch lijkt het zo moeilijk. Want dan komt er gelijk zo'n gedachte uit die oude structuur. Ja, maar, of als. Hè, als dit gebeurt, of als ik goed ben, of als ik dat heb bereikt. Of als dat aanwezig is, of al dat soort dingen. Hè, dat is die oude denkpatroon wat echt uitgeblazen mag worden door het vuur van het leven, wat jou werkelijk niet meer hier zal houden, maar oog gaat hebben voor die echte harmonie die al in jou woont, in jou leeft en aangesproken kan worden. En sterker nog, de invloed die meekomt, ja, het ligt eigenlijk al te wachten. Een heel wensenpakket, zou ik bijna zeggen, die jou brengt naar een vervulling en een enorme tevredenheid. Ja, kijk, hier komt die. Dit is die moeite. Kiezen. Je hebt wellicht nooit zo stilgestaan om te kiezen voor jou
Als jouw beste vriendin, als jouw voltallige liefhebbende moeder, als jouw voltallige liefhebbende vader, hè? Als jouw onvoorwaardelijk liefhebbende partner, hè? Laat ik dat maar zo zeggen. Hè? Maar als jij de oog hebt gericht op degene die dat niet hebben kunnen vertalen en dus een expressie hebben gegeven waardoor jij ja, bent moeten gaan vechten, bedelen, smeken om bevestiging dat je goed genoeg zou zijn. Maar je was al lang goed genoeg, ook al is die boodschap niet geabsorbeerd in jouw volledige wezen. En dat is wat hier gebeurt. Dat is het nieuwe zaad wat hier geplant wordt en een einde gaat brengen aan deze positie. Alleen je hebt die overtuiging niet eigen gemaakt. En daarom maakt het eigenlijk alsof je een sprong in het diepe gaat maken om een nieuwe visie in ontwikkeling te brengen. Ja, het vraagt om overname. Maar de toren die twee keer mee is gekomen, is de energie van hoger hand die jou omvat om deze onrustige natuur die het is, hè, dan van links naar rechts in plaats vanuit jouw eigen innerlijke kracht die twee keer meekwam. Ja, en vanuit de innerlijke wijsheid die je al hebt meegebracht. Ja, die klaar ligt voor jou om in jouw intuïtie boodschappen prijs te geven waardoor jij voor jou gaat kiezen. Geloof en vertrouw op jou wie jij werkelijk bent, lieve kijker. Je bent het waard. Geloof in jouw werkelijke waarde. En dan komt de ridder van zwaarden mee. Ja, dat zegt het al gelijk. Het vraagt moed van jou. En die moed heb jij. Waarom? Omdat hier zien we ook dat lemniscaat en deze kracht heel scherp aanwezig. Dat is wat ik bedoel. Van hoger hand. Het wacht eigenlijk op jou. Om erop in te gaan. Op daarop in te gaan. En niet meer in dat wat je gewoon bent in die denkwereld. En die los te laten. En dat is die. Dat maakt het voor jou moeilijk, want je weet niet direct wat erachter ligt. Heel lastig om hier voor jou te kiezen, in die zin, omdat je dat nooit zo hebt moeten doen als waarschijnlijk nu. Maar wat zul je verrast worden? Wie je werkelijk bent en wat je dan absorbeert aan interne ervaring. En dan ben jij eigenlijk pas werkelijk in jouw werkelijke natuur terug. In die echte harmonie. Dan kom je op de juiste plaats. En dat zien we ook in een hele andere atmosfeer. In jouw ware kracht. Dat is eigenlijk wat hier meekomt. En dan ook komt er nog een zwaardekaart. Ja, drie achter elkaar. Dus de moeite om voor jou te kiezen. Dat het heel veel dapperheid vraagt. Maar weet je, lieve kijker. Die dapperheid woont in jou. Ook al denk jij van niet. En juist dat denken komt uit wat in die toren zat en wat jou vloert, hè, wat jou lam legt. En dat is waar je juist uit mag gaan stappen. En dat zien we hier. Ja, je voelt alsof je vastzit in die oude overtuiging. Hè, en je ziet het als het ware niet. Maar wat je ook ziet is dat er heel veel ruimte al is. Je hebt zeker al aan jouzelf gewerkt. En er is al ruimte gecreëerd om dus hier gewoon de handen te gebruiken. En de doek af te doen van de ogen door het te zien. En dan hier uit te stappen. En dan, dat is eigenlijk hier, dat vertrouwde. He, ook al brengt het jou in deze toestand van controle en vastzitten, je was het gewoon. Je kende bijna niet anders. Ik voel echt dat je zo lam gelegd bent geweest een lange tijd. Daarom is beslissen voor jou, want ja, er is er maar één die achter jou kan staan waar het begint en dat ben jij, want de bron van leven staat al achter jou en die absorbeert direct in jouw zielenwezen wie jij bent.
als jij het maar wilt aanvaarden, maar je hebt niet geleerd dit te aanvaarden en je hebt dit geleerd. Ja, je moet er dit voor doen, je bent niet goed genoeg, je moet bedelen, je moet smeken, je moet ervoor vechten, je moet ervoor werken. Nee, het enige werk wat je behoeft te doen is terug te keren naar wie je werkelijk bent. Onder die poort die je doorgaan, dat lijkt onbekend, maar je zal jezelf zo verrassen. He, want je gaat, oh, ik plakt iedere keer die kaarten. Ja, je gaat zo thuiskomen in jou. En dan zoveel goed voor jou gaan zorgen, wat ooit voor jou had moeten gebeuren. He, en dat is daar gebeurd. Daar kun je niks meer veranderen. Het is gebeurd. Het heeft plaatsgevonden. Maar je was het niet, je bent het niet en je zal het niet zijn. Ook al heeft jouw gedachtenwereld jou in een positie gebracht waarin je dacht niet uit te kunnen. En dat is die moed en die dapperheid die met deze kracht die twee keer naar voren komt, ondersteund door dit lemniscaat van boven, jou een hele nieuwe denkwereld en daardoor in een hele andere atmosfeer van binnenuit gaat brengen. Dan hier, dit is waar het over gaat, de nul, een nieuwe cycle ingaan. Nou, we eindigen en we beginnen er dus mee, ja, want dit is dus de dwaas. Eigenlijk, ja, die staat natuurlijk voor een nieuw begin en niet meer van die oude zaken, als het ware. Je ziet ze nog wel, tuurlijk, maar je gaat niet meer inpluggen. Je ziet het. Maar je houdt er als het ware een helikopterview. Je ziet het gebeuren, maar jij weet nu wie jij al bent. Dus je gaat er niet meer inhaken. Je kijkt ernaar en je gaat terug naar binnen. Naar wie jij werkelijk bent. En daar ga je inpluggen. En dan vertellen tegen jou in die innerlijke communicatie wat inderdaad de anderen wel hadden moeten reflecteren aan jou, aan liefde, aan zorg, aan veiligheid en bescherming. Dat is je werkelijke, echte, beste vriend en vriendin zijn. En dat vraagt even moed, want dat was je niet gewend. Nee, want je was dit gewend, hè, van hieruit maar in gedachten te zijn. En daarom die toren. En juist die toren, dat is dramatisch, want ja, je komt even in een ervaring van leegte, zo lijkt het. Maar je bent niet leeg, want dit is de kans waarmee jij de ware vervulling gaat vinden van binnenuit. Je ziet, het staat al klaar. Hè? Dus keer gerust om. En de enige die dat kan doen, ja, dat is niet ik of wie dan ook, maar jij. Door je hoofd te draaien hierheen en dat te gaan absorberen en niet meer dit te blijven herhalen, wat ook niet veranderd wordt daarmee. Het blijft hetzelfde, maar jij hoeft niet meer die boodschappen eigen te maken, terugkeren naar wie je was. Dat was je toen ook. Alleen door een behandeling, een situatie, een gebeurtenis, door personen eventueel toch. Ja, dat heeft jou veranderd, maar jij kan terug, en dat zien we hier, in jouw ware, vrolijke vrijheid, vol zekerheid en zelfvertrouwen, geankerd, ja, vanuit een diep balans in de ware kracht die jij dus al bent, gesteund door de bron van leven. En dan de acht van pentakels. Nou, dit is heel mooi, want we zien dus hier in de toekomst, wat hier meekwam, dat je een hele verschuiving in de gedachtenwereld eigen gaat maken. Dat gaat aarden. En dat wordt dan een soort echte routine. Dan gaat echt alles op zijn plek vallen. Maar vooral jij, die innerlijke echte balans vinden. Nou, wat weer een diepgaande legging, lieve kijker. Ik kreeg ook nog mee de Central Sun. Nou, dit gaat natuurlijk over wat ik al zei, die oceaan, waar jij die golf in bent. Hè, maar niet meer ziet dat je deel hebt van dat licht van die oceaan. Maar hè, dat zie ik hier. Te veel gericht geraakt ben onder omstandigheden,
blij vol compassie voor jou. Ja, want het is wellicht ook begrijpelijk, maar je hoeft hier niet meer te blijven. Ja, het is een sprong in het diepe, ja, en het voelt even, ik heb nergens geen grip meer op. Het is een beetje enge ervaring. Het vraagt veel moed om met volle kracht, jouw ware kracht, ja, terug te keren tot jouw echte, krachtige zielsnatuur en die boodschappen te gaan herhalen. En deze kracht, lieve kijker, dat is een versterkende kracht naar de vernieuwing. Nou, dit is dus echt ja, de nieuwe reis die jij mag aangaan. Een nieuw pad wat open ligt en het geeft nieuwe kracht niet alleen mee, maar ook succes. Ja, dit is een kracht die jou tot succes zal drijven. Plug hierop in, hè? Ja, in besef. Van de eigen natuurlijke wezenskracht die je al bent en deze zo meer eigen te maken, zodat die overheerst. Dat is waar deze staven 8 op gaat. Dat eigen maken van wie je wel bent. Hè? In plaats van steeds eigen te behouden wat niet van jou was, hè, maar wel eigen gemaakt, een overtuiging die jou in een positie heeft gebracht van dit. Hè, alles maar onder controle. Dat is geen leven, maar overleven. En dat is waar je uit mag trekken. Hè, dus deze kracht gaat dat verdrijven. En dat is hier aanwezig in deze toren. Zie die vuurkracht die die oude denkstructuur nu eigenlijk bijna met geweld, zou ik bijna zeggen, hier uitblaast. Hè? Het geweld van diep begrip, wijsheid en echte kennis, wat ook gezegd wordt, hè? Onderzoek de echte kennis die jou in de vrijheid gaat brengen, hè? Met deze schildknaap van pentakels. Nou, en natuurlijk komen de gedachten bij, hè? Zeker, hè? Die oude patronen die zeggen dan bijvoorbeeld gelijk van, ja, ik heb het al zo vaak geprobeerd, maar het lukt niet, hè? Dat bedoel ik, hè? Gelijk word je weer gevloerd. Hè? Dat is dat oude. En dat is, je kunt erop ingaan. En ja, ja, heet het, ik heb het al zo vaak gedaan en dan geloof je het gewoon. Hè? Maar stop dit. Kijk ernaar. En doe er niets meer mee. Dat is die dapperheid. Dat vraagt moed om nu te gaan geloven in wie je werkelijk bent. En dat jij wel een krachtige, prachtige zielsnatuur in je draagt die je al bent. En daar heel veel potentieel ligt vanuit de ware bron van leven en hele nieuwe gedachten kan bouwen en eigen gemaakt gaat worden, die jou eigenlijk ja, in een hele nieuwe reis brengt. Hè? Een hele nieuwe weg, een nieuwe route letterlijk voor jou opent. Hè? Want die oude route, ja, dat zien we hier. Dat is dat overleven bijna. Dat is waar je niet wil zijn. En deze kracht van de Central Sun, ja, die naadloos eigenlijk aansluit aan, hè, of op die ware kern, ja, die jij kan gaan omarmen. Hè, want dan zie je ook hier die vleugels van engelen. Ja, ik zie het ook hier, dat lemniscaat om je heen. Hè, en we zien hier, dat zag ik nog hier ook bij de kracht, hè, die om echt vanuit ja, de kosmos eigenlijk, hè, de engelen om je heen die jou zo stuwen, als het ware, aan trilling, hè, om een verzameling van kracht, als het ware, om jou te steunen. Hè, om die oude, het oude geloof, zou ik haast zeggen, los te laten. En dan ruimte die daar ontstaat, opnieuw te kan, gaat kunnen vullen. Hè, en ook, ja, eigenlijk brengt je dat in de wet van vervulling. Hè? Omdat je dan in de wet van creëren, als het ware de secret eigenlijk, werkelijk voor je aan het openbreken bent. Hè? Samenwerken met de wet van het leven. Hè? Want die wet werkt nu ook, alleen tegen jou.
He, dit is ook die wet die werkt. He, maar door een aangenomen patroon in plaats van staande op wie jij werkelijk bent. Jouw waarde, jouw zelfrespect, jouw werkelijke beste vriend en vriendin. He, jouw liefdevolle moeder, jouw liefdevolle vader, he, jouw geweldige partner. He, en dan praat ik eigenlijk over de innerlijk mannelijk divine, de innerlijk vrouwelijk divine in harmonie. En dat is wat ik hier natuurlijk met deze koning en koningin al afgespiegeld mocht meenemen. Nou, een hele nieuwe vervulling brengt het met zich mee. En juiste beantwoording aan jouw ware natuur. Nou, het voelt als een sprong in het diepe. Dat zagen we hier in de legging. He, want je bent zo lang gaan geloven dat je machteloos en krachteloos was. He, en dan ook hier ja, de moeite daardoor uit voortvloeiend. Omdat je denkt, ja, dit ben ik toch. Nee, dit was je niet, zul je ook nooit zijn. Hier is toch de abundance download, staat hier, hè? Abundance downloads. Hè? Dus er komen heel veel nieuwe downloads. Absorbeer die. Hè? Want dat is wat je dan eigen gaat maken en die jou zal brengen in verbondenheid met jouw ware natuur. En ook heel veel nieuwe ideeën in die intuïtie gaat opvangen. Waardoor jij ja, vrijmoedig hier hè, met alle moed onder die poort doorgaat en een nieuwe reis vanuit een nieuwe visie in ontwikkeling gaat brengen. Het ligt voor jou klaar. Omarm het. Nou, lieve kijker, ik ga het echt hier nu bij laten. Ik wens je alle kracht die er al is, maar ook alle liefde op jouw prachtige nieuwe reis die voor jou open ligt. Laat me gerust wat horen. Dag, lieve kijker. Tot de volgende.